Zo, beste volgers van de kluskundige, leuk dat jullie er weer zijn. Ik heb weer een videootje natuurlijk voor jullie. Ik heb een strijd geleverd tussen de buien door en op een hoge trap gewerkt vandaag. En nou, het resultaat is er. Je ziet achter mij zie je een mooie kunststof gevelbetimmering. Nou, het is eigenlijk geen timmering. Het is vastgeschroefd. En daar ook nog een stukje, daar een stukje. En het oude hout ligt hier. Dat is 35 jaar oud. Zo oud als het huis. En dat is Red Cedar. Nou, ja, prachtig mooi onderhoudsvrij hout natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment is het wel klaar ermee natuurlijk. En ja, met deze kunststof schroten oplossing ben je natuurlijk onderhoudsvrij de komende jaren. En ja, het is even een klusje om alles eraf te halen en nieuw op maat te zagen en erop te zetten. Maar het resultaat mag er zijn, denk ik. Dus nou, bedankt voor het kijken. Ik heb wat timelapse filmpjes gemaakt. Kan je zien hoe ik het heb gedaan. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Blijf me volgen.